Werelddiabetesdag is in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO geïntroduceerd vanwege de alarmerende toename van diabetes in de wereld. Deze dag wordt elk jaar op 14 november herdacht ter gelegenheid van de verjaardag van Frederick Banting, die samen met Charles Best aan de basis stond van de ontdekking van insuline in 1922. Het AZP heeft dit jaar als thema gekozen voeding. Jiwan Adin, internist van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zegt dat er verschillende soorten diabetes zijn, maar de meest voorkomende in de wereld zijn type 1 en type 2. Type 1, dat is de vorm die vooral bij jeugdigen, bij jongeren voorkomt. Vroeger noemden we dat de jongeren, de juveniele suikerziekte. Die term hebben we verlaten, omdat nou ook wat oudere mensen de type 1 kunnen krijgen. Dus we spreken van type 1 bij jongeren en type 2, vroeger ouderdomssuikerziekte genoemd. Dat komt over het algemeen meer voor bij mensen boven 35, 40 jaar. Maar zoals ik al zeg, er is niet een al te scherp onderscheid. Je hebt ook soms jonge mensen die ouderdomssuikerziekte kunnen krijgen en oudere mensen die jeugdige suikerziekte kunnen krijgen. En wat is dan eigenlijk het verschil qua medicatie of behandeling van de twee types? Dat is een hele goede vraag. Het kardinale verschil tussen type 1 en type 2 is dat je de type 1 in principe altijd met insuline moet behandelen. En de type 2, dus bij ouderen, dat kan vaak met tabletten worden geregeld. Maar soms als het niet gaat, moet er ook insuline, dat zijn dus prikjes, moet erbij komen. Adin zegt verder dat diabetes mellitus een erfelijke ziekte is. Maar ook door een ongezonde levensstijl kan deze ziekte de kop opsteken. De internist geeft aan dat ongeveer de helft van de patiënten die op de internistische afdeling van het AZP komen, ook diabetes hebben. Er zijn bepaalde omstandigheden waardoor het eerder tot uiting kan komen. Bijvoorbeeld als er veel overgewicht is, als je voedingspatroon niet goed is, als je een aantal andere zaken die je niet moet doen, schadelijke dingen, alcohol, roken gebruikt, zijn de kansen om suikerziekte te krijgen wel groter. Dus het is erfelijk, maar door uitwendige omstandigheden kan het veel eerder optreden. Dat betekent niet dat ze alleen voor hun suikerziekte komen, want vaak is er sprake van een multimorbiditeit, dus suikerziekte plus nog iets anders. Maar als ik nogmaals moet schatten, is het zeker in de buurt van 50% van de patiëntenpopulatie. Jiwan Adin, internist van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij sprak vanmiddag in verband met Werelddiabetesdag.